Hé, wat had jij in je hand? Helemaal niks. Wat dan? Ik heb het wel gezien, hoor. Ik heb helemaal niks vast, vriend. Wat zeg je? Meekomen, zei ik. Meekomen. Ja, ik kom toch al, jongen. Ik heb toch helemaal niks snel, vast. Snel, opschieten. Ah, wat de fuck, opschieten. Ja, jongen. Ik loop toch al, jongen. Rustig aan, man. Ga. Ah, wow. Fuck. Ciao, man. Wat is Jeet. Hier gebeurd? Hoe is er die kaart? Hoe dan? What the fuck? Oké, okay, we weten wat we moeten doen. Ja, maar die andere guy is nu opgepakt en hij heeft zijn wapens bij. En... Ja, wacht, kom even uit het kleine piepcelletje. We gaan even naar ja, achteren. Okay. Ja, oké. Rustig, hoor. Hoi, ik vind het wel heel raar, hoor, want... Ja, nee. Oké, okay, het zei zo. Dit is wel iets apart, joh. Die gast die, ja. Ja, bedankt meneer. Oké, kom hier wat mee in het hoekje. Ja, ik kom eraan. Wat is hier gebeurd? Okay. Ik weet het ook niet, maar in ieder geval... het doet er niet toe eigenlijk, want we hebben een opdracht en we weten dat hij die ene treufpoeder een wapen heeft, maar... Nice. Oh ja, oké. Okay. Maar weet jij hoe hij eruit ziet, treufpoeder? Hey, ik heb hem letterlijk nog nooit gezien, hoe moet ik het weten? Hij praat heel raar, dus ik kan het wel ongeveer weten, maar... Ja, nee, een beetje, hij was een boer of zo, hè? Iets in die trend. Oh, godverdamme, niet boer. Oké, nou ja. Maar hoe gaan we het doen? Ja, dat vraag ik me ook af, maar... Heb je je hand gezien? Ja, ik heb er niet echt op gelet. Komt op prison, denk ik. Ik weet niet wat er dan... Volgens mij is het met eten gebeurd toen. Oh. Maar... Okay, ja, ik heb volgens mij mijn hand gesneden, maar ja, weet je, ja. Zo opgedroogd bloed. Dus... Hoe gaan we het doen, hoor? Kom op, kom met opties. Je weet toch Karsten, die Rus? Ja, die van het eten toch? Die, ja, hij, ja, heeft, ja, hij heeft wapens. Hij heeft wapens. Ik heb al verhalen gehoord, ik weet het gewoon. Omdat hij is hier met die ene Tom echt heel erg sterk. En ik denk dat we... Zullen we gewoon naar hem toe gaan? Ja, lijkt me wel slim, want anders weet ik ook niet wat we moeten doen. Ik ga het niet meer doen met mijn vuisten. Volg maar, ik weet wel wat er van zijn cel is. Ik heb een beetje, ja... Weet je wat zijn cel is? Ja. Oké, Jij komt mij hier is hij, als het goed is. Ja, ik zeg... Ik die na gooien. Gij blijft. Dus yo. Ik heb elleboog tegen zijn neus. Helemaal Kan ik jullie storen eventjes? Oh, pisdies. Leer jij niet kloppen? Sorry. Nee, dat is niet mijn bedoeling, maar... Het is een dringende vraag. Wie zei jullie? Ga zo toe, kom. Goed. Hoi. Ik en Karsten een beetje van... Ja, voor de vorige keer bij dat eten, weet je nog? Ja, daar weet ik niks vanaf. Ja, jij niet, ik ken jou ook niet, maar ik ben Paulus, dat is Niels. Maar in ieder geval, we hadden eigenlijk een vraag voor Karsten. Ja. Ik en Niels zijn een beetje in de problemen. Want ik en Niels waren in onze cel. En er kwam een man binnen met een pistool. En die gaf ons een opdracht. Dus vervolgens kwam er een guard binnen, die heeft die andere gozer opgepakt. Die zit waarschijnlijk in ISO of is in die trend. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, hij kreeg een opdracht en we moesten van iemand iets afpakken. En wij hebben zeg maar geen wapens. En ja, ik heb zo'n vermoeden. Of nou, ik denk dat ik het wel weet. Dat jij hebt misschien wel wat spulletjes, zeg maar. Maar Mag jij daar beslissing over dat ik wapens heb? Nee. Ik heb zo'n vermoeden. Ik denk het niet. Is dat omdat het Russisch is? Nee, ik ben geen racist. Tuurlijk niet, joh. Ik mag Russen. Ik heb ook een Ushanka op mijn hoofd, natuurlijk. Ik hou van Russen. Russen zijn... Eruit als goed kwaliteit. Ja. Je hebt ook een goede Ushanka. Nee, maar... Oh, dus zo ik... kom je eraan, ja... Nee, maar ik had dus een vraag, zeg maar, of dat mogelijk zou zijn, maar... Ja, nee. Want als wij het niet doen, dan zijn we zeg maar zelf de Shaak en dan... Wij willen langer overleven, want we zitten hier nog... Nou, lang. En als jij iets voor ons kan doen misschien, dan kunnen wij jou een gunst terugleveren. Ja, ik wou net zeggen, hoe zeg je in Nederland, voor wat hoort wat? Voor wat? Voor wat willen jullie een mes, bedoel je? Of iets van een wapen? Ik moet nog iets voorzien voor jou, maar ik denk ik al weet. Maar, mijn favoriet hier geeft jou een mes. Geef maar aan Niels in plaats van mij. Jij doet die ding bij voor jouw vriendje die in isolatie zit. Dan jij komt terug. Jij geeft die ding die je stelt aan mij. Ja? Ja, so, wat moeten we stelen? Voor jou in plaats van voor hem, bedoel je?
Ja, in plaats van Gem. Ja, weet je, als jij ons helpt, dan vind ik het prima. Dan ben ik niet bang voor die ene gozer. Oké. Hoe denk jij daarover, Niels? Ja, vind ik goed. We hebben geen andere opties, dus ik, ja, prima. Geen andere opties, nee. Nee, is goed. Anders, het is toch ruzie of ruzie, dus ja, weet je, prima. Ruzie of ruzie, dus ja, nou. Ja, nee, ik vind het prima. Oké, mooi. Nou, maar dan spreken we jou, want het is gelukt, oké? Ja, is goed. Hey, dankjewel, hè. Oké, leg dan. Hey, later, hè. Ja. Bedankt voor de tandenborstel. Doei. Oké. Wat is hier nou weer gebeurd? Oh, my. Ik heb nu gewoon een wapen vast, hè? Ja. Laat even naar beneden gaan, Ja, is goed. Oké, maar in ieder geval, we hebben onze opdracht, maar... Oh, wacht, wat de fuck? Wat hoor ik? We hebben een opdracht. Oh, is het gewoon de bel? Jongens, allemaal een rij. Allemaal een rij. Pauze. Ik kom bij eerst. Pauze. Zo laat? Oké, nou ja, prima. Mogen wij eerst? Oké. Okay. Kom maar mee. Loop maar over de plaat. Wat? Oké. Niels? Ja. Kom maar. Mijn sigaret. Oké. Oké, ik zag net, volgens mij, als ik goed heb, zag ik die guy. Ja, toen we naar buiten liepen, of niet? Ja, maar... Even kijken. Volgens mij... Dat is hem, hè? Ja, laat hem volgen. Niet altijd opvallend. Wacht. Okay. Ja, hoe is van jouw pauze dan? Ja, gaat goed. Ja, lekker. Hij gaat via die kant, ik ga via deze kant. Oké. Ja, waar is die? Oké, je moet hem neersteken, hè? Wat? Ik? Ja, jij, wie anders? Gast, ik kan toch niet iemand zomaar neersteken? Ik kan het toch niet maken? Moet ik hem dan neersteken? Ik ben niet iemand anders, weet je, klopt. Ik doe het wel, geef maar alle mes. Ja, pak dat mes, ik ga echt niet iemand neersteken, jongen. Dan kom ik nog langer in deze cel terecht. Oké. Hey, hallo. Yo. Hoi. Ben jij druivenpoeder? Ja. Hey, kom even mee. Ik heb wat voor je. Ik heb wat voor je. Ik heb echt wel heel mooi. Wat bedoel je? Oké. Er is een plantje aan het snuiven hier. Ja, nee, dat is prima. Kom eens. Kijk daar. Kijk nee, daar. Kom weg. Wat fuck heb je gedaan, gast? Ik heb dat mes nu. Ja, gooi hem weg of zo, dat mes. Hier, pak jij ook dat mes? Hier, nee, natuurlijk niet. Pak dat mes. Ik? Wat moet ik hiermee doen? Abai, kom. Boeien. Ik heb hem doodgeschoten. Er staan al mensen. Okay, en, boeien. Gast, wat doe ik nou, jongen? Go, snel. Ren snel, jongen. Ik heb ook... Ren sneller. Oké. Kom. Waar wil je heen gaan dan nu? Kom, er is niks aan de hand. Oké, mooie tandenborstels die jij net hebt gekocht. Oké. Je moet er niet zomaar doen. Wat? Jij hebt net iemand doodgestoken gehad. Begrijp je dat? Besef je dat? Ja, maar we zien het toch levenslang, dus hoe kan ik het anders verknallen? Boeien. Jongen, hey. Weet je, we hebben het al verknald. En hey, trouwens, ik heb ook nog wat... Kijk hier. Hou bij je. Ja, jongen, kijk hoeveel kaarten die zijn, jongen. Rustig. Oké. Ik ben een beetje aan het stressen, zie je dat? Of ik heb een fucking moordwapen hier in mijn fucking hand, man. Ja, ik weet het ook. Ik heb het in mijn achterzak gepompt en niemand komt erbij. Maar hoe lang mogen we een pauze hebben? Want De vraag over. Ja, dat is goed. Echt wel, dat ben ik hier. Hallo, meneer? Hallo, heren. Hoe lang is deze pauze? Als ik vraag. Een paar minuutjes. Oké, een paar minuutjes? Nee, oké, prima. Zou misschien alvast naar binnen mogen, of... Nee, dat gaat helaas niet. Oké, dan. Ja, is goed. Jongen, niet zo gestrest doen, want dit valt alleen maar op, joh, gek. Niet zo gestrest doen. Oh, ik heb hem vermoord, jij... Ik praat me hier wel uit. Ik heb het fucking moordwapen bij me. Ik heb hem... Hier, hou vast, jongen. Pak het zelf lekker. Oh, echt. Hou het zelf, jongen. Ik heb hier niks mee te maken. Oké, hey, Karsten is hier ook, hè? Waar? Daar. Zie je dat? Oh ja, ik zie hem. Moet reizen, of... Ja, ik ga even zien dat ik hem heb opgelegd.
Ja, gast. Hey, dat meen je niet. Maar hoe schuilt je in het Russisch? Ik moet echt Russisch leren. Gast. Hey, jongens. Ja, hey, ik heb hem omgelegd. Kom even. Wow. Ja. Daar ligt dat lichaam, hè. Ik weet niet wat ik moet doen nu. Ja, jongens, naar binnen. Oh, fuck. De pauze is voorbij. Kom alweer in een rijtje. Nu. Ik wil Russisch leren. Doe dat lekker in die cel, man. Ik heb het bij me, Karsten. Oké. Netjes in de rij voor de deur. Zijn we C of A? We hebben A. Die Karsten weten zelf niet waar ze heen moeten, man. Oké. Wacht even, Niels, joh, niet zo snel. We moeten toch naar A toe, gast? Doe even rustig aan. Je laag opgeleid, ik denk. Ja, ik denk ook, man. Ja, hij is meelopen. Slim. Goed laag op. Mr. Ja's bal loslaten. Karsten, je Ushanka ziet er weer prachtig uit vandaag. Spasibo. Ja. Oké. Okay. Mooi naar binnen. Meekomen in een rijtje. 1-1, rustig. Oké, waar is Niels? Waar is Niels? Ik sta hier, hallo, hi. Yo, okay. Jullie ook. Oké, hey boys, kom. Waar gaan we naartoe? Ja. Waar is mijn meisje? Nee, jongen, die van Niels. Waar is die andere? Waar is die jongen? Was die vriend van jou? Ook van traag begrip, of niet? Yo. Oké. Alle prisoners verzamelen. In de midden. Even je mond houden, joh. Op een rijtje. Wat ga je... Oké, waarom? Ik ga stellen. Stellen? Ja, Niels, ik leg even weg. Wacht even, meneer, ik moet even plassen. Maar dan gaat het in mijzelf, hoor. Hey. Kunnen jullie gewoon even weggaan of zo? Nee, wil jij je mond houden voordat ik je naar Izu toe breng? Kun je wel tellen? Ja. Huh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volgens mij mis ik niemand. 9. Oh, fuck, Niels. Het zijn er 9, toch? Nee, het zijn er 7. Wow, ik tel 9. Volgens mij kun jij niet goed tellen. Ja, jij kan niet goed tellen. Het zijn er zeker 7. Je wist niet eens waar we moesten zijn, dus laat staan dat je goed kan tellen. Volgens mij, jullie kunnen allemaal weer gaan. Ik tel niemand die ik vermis. Oké, raar. Ik weet niet wat. Oké. Ja, hier. Pak Karsten, pak die wapens. Oh, Karsten, pak. Hey, hier. Dat is Pablo, hier, pak ook. Hier, ik heb ook nog. Hier. Kom je nou? Oh, heb je van die gast? Of, Ja. Oké, licht het wapen, licht het weg allemaal. Paulus, je moest hem alleen vermoorden. Dat lichaam ligt er nog steeds, hè? Dat gaan ze sowieso gezien. Jullie hebben mij niet gezien. Hoor. Alle prisoners nu verzamelen. Er is een dood lichaam gevonden. Shit. Paulus! Opstel in een rij. Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er allemaal? Er is iemand vermoord buiten.